Ja. Nee. Oké, misschien. Oh. Nou. Wordt er toch een keer voor je werk voor me afgeschoten? Zo, Katie? Die ligt op haar weggehaald bij haar. Oh nee, nou dat komt straks wel. Ja, ja. Ik heb Annie in mijn hart zitten. Ja. Ivory. Ja, Ivory. Die love me. Ivory. Love me. Maar hij gaat dan altijd wel tekeer hoor, als ik het zeg. Ivory. Zij. Oh ja, oh ja. Oh, ja. Zeg hij? Ja, je zei hij. Doe hij. Zij. Zij. Het. Nou, het zijn ook niet veel. Oh, hoeveel zijn het dan? Oké. Okay. Welke nummer is dat voor mij? Wat? Ik ben drie. Ik heb drie. Jammer. Bij de derde ben ik binnengekomen. Of is het er negen? Dit is een slot. Lexie die nooit colbertjes draagt. Heb je het toch maar even gedaan, hè? Ja. Twee zelfs. Ja, een roze en een zwarte. Dorst. Voel je je, Lex? Oké. Ja? Ja. Jij? Ik ben wel kapot. Ja, iedereen is kapot. Ik ben ook heel moe. De ballen die zitten op mijn knieën, dat wel. Maar... Patella. Hè? Patella. Ik ben wel zenuwachtig. Ja, snap ik. Ja, je bent dus hoeveelste keer nu? Vijfde keer. Godsamme. Ja. Oh, en als er pakketjes komen nog van mijn gympies, die wil ik heel graag door... Ja, tuurlijk. ...doorgestuurd hebben. Ja, tuurlijk. Niet dat andere mensen erbij aan de haal gaan. Nee, die wil ik. Wil ik van ze echt mooi. Ik heb nog nooit in mijn leven zulke dure gimpen gekocht. Welke dag valt 1 december? Het is nu de 25e. November heb 30 dagen. Dus volgens mij zaterdag, toch? Snel, hè? 25, 26, 27, 28, 19, 30. Nee, zondag. Dan? Ja, gewoon de laatste maand. Ja. Hiske zit nog in de kloffie. Ja. Ik denk dat we deze week twee keer gaan stemmen. Ik denk het ook. En volgende week misschien ook wel. Ja? Of daarnaast klaar, dat kan ook. Ja, dat we dat nog niet eens weten, hoe laat weer... Ik denk dat we echt tot het einde in het donker gelaten worden. Dat je opeens wel het beste bewoners. Vandaag is jullie laatste dag. Utopia is klaar. Oh, vreselijk als je dat hoort. Opeens allemaal... Echt mooie schoenen. Ja, moet je aan. Gewoon bij Van Haren. Moet ze wel even schoonmaken, want ze zijn vies. Ja. Ja, straks buiten, dan heb je er niet meer dat ze zo vies worden. Milene, ook even voor jou. Let je een beetje op Gerrit. En op Frenny. Ja. Ik heb iets gezegd. Ik heb het gehoord. Ik zat in de tattooshop. Vind je dat gelijk heb? Ja, zeker. En Jens ook. Ja? Ja. Wat zei je? Jens ook. Ja, Jens ook. Dat weet ik. Zeker. Ja. Ja. Daarom. Dus jullie kijken. Weet je wat het is, schat? Dan heb je er al vier. Maar is ook, hè? Ja, dat klopt. Ja, tuurlijk. Maar dat... Ik had het gisteren met Ger over. Dat hij... Mariska heeft beloofd om bij de laatste vijf te zitten. En dat die Frenny ook heeft beloofd om bij de laatste vijf te zitten. En dat Ger ook tegen
Jessie zei van, joh, maar ben je al naar Mariska toe geweest? Ja, dat weet ik, dat was ik bij. Hij is niet geweest. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik ben blij dat Gerrit nu ervaart hoe, hoe meedogenloos ze zijn. Hoe hard het ook is, hè? Maar... Gaat met je knokkels. Keep your eyes closed en open. Of open, not closed. Okay. En keep your friends close, but keep your enemies even closer. Yes. Mm-hmm. Ja. Ik ga er nog eens goed over nadenken. Mm. Wat heb je te verliezen? Niks, toch? Ik heb je gezegd, je echte maten zijn in Grunning. Tja. Die heb ik ook al anderhalf jaar in gezien. Nee, maar dat zijn wel je echte maten. Die zullen nooit zo slecht over je praten. En je steken. Want als jullie het niet doen, dan heeft meneer weer zijn zin. We gaan er nog even goed over nadenken. Mm. Ik ben blij dat jullie heb stof doen nadenken. Nou, ja, toch? Ja, maar gisteren op de markt ook. Edem Dieter hoor. Ik heb zoveel gehoord, jongen. Ja. Eergisteren ook. Hollandse avond. Zo. Zoveel gehoord, jongen. Ja. Tegen mij hebben ze niks gezegd over. Nee, weet je hoe dat komt? Yes, ga je niet mooi aankleven, mij. Nee, weet je hoe dat komt? Oké. Omdat ze denken dat ik... Nee hoor. Hiske is Hiske. Nee, Hiske is Hiske. Men heeft buiten gezien dat alles wat tegen jou wordt gezegd, dat je dat vaak ook tegen Merel zegt. Mm-hmm. En wat tegen Merel zegt, dat wordt naar Gerry naar Jessie doorgespeeld. Sorry, Ger. Oh. Ja, maar dat had ik ook toch ook. Als ik wat tegen jou zei, ik heb op een gegeven moment wel op de markt gehoord, als het een hele tijd terug was van mij de countrymarkt of de hippiemarkt of zo, dat mensen tegen mij zeiden, vertrouw Frenny niet, want ja, tegen mij jij ook. Hebt elke keer zoveel gezeik met Merel, omdat zij naar je toe komt, jij, en dan vertelde ik jou waar ik mee zat en dan kwam Merel en dan vertelde jij dat aan Merel en dan liep Merel ermee aan de haal. Ja, ik zei ook altijd tegen Merel, ga gewoon naar Milena toe en praat het uit. Ja, nee. Als ik naar onze kopje, we hebben allemaal wallen. Ik heb een briefje gekregen van iemand die zei dat jij het loopmeisje was van Merel. Hm. Dat Merel jou op pad stuurde. En, waarheen? Naar mij. En dat jij daarna weer terugkwam met informatie. Hm. Dat was op een gegeven moment wat er gebeurde. Tenminste, dat zagen, werd gezien. En ik heb dat altijd maar een beetje voor lief genomen. Ik dacht, ja, oké. Okay. Ja, weet je wat het is? Natuurlijk weet ik dat ik heel veel gebruikt word, maar mensen weten niet wat er in mijn hoofd zit. Nee, en dat ik alles onthoud. Ja, tuurlijk. Alles. Ja. En daarom heb ik er toen ook niks mee gedaan. Mm-hmm. Weet je, ik ben toen wel iets voorzichtiger geweest met de dingen die ik zei. Mm-hmm. Maar, ja, weet je, dat is, ja. Men buiten snapt ook niet hoe dat hier zit en hoe het hier werkt. Dat is heel lastig. Mm-hmm. Ja. Brief? Wat? Ger? Brief. Oh, ik dacht ik... Nee, een ballon. Dat was een ballon. Ah. Lex denkt, oh nee. Ja. Lexie, je mag nog een weekje blijven. Ik moet wel even wat eten. Ik heb nog helemaal niet ontbeten. Ik ook niet. Zullen we even naar binnen gaan? Er ligt nog wat saté in Grootsteen. Zullen we even naar binnen gaan? We zitten nou in de kou. Dus Merel is daar nog. Zo. Ja. Ja. Ja, gekkigheid, hè? Ja. Ah. Hé, die wil ik even hebben, deze, als het mag. In mijn schoenen. Ah, oh. Lang. Ah. Ja, we gaan beginnen. Shit. Wil ik nog wat drinken ook? Ga jij links of rechts staan? Lekker aan de linkerkant van een boot staan? Ja, ga jij maar daar. Ga jij weer op je plek? Ja, god. Het is Jensen plek, hè? Nou, de eerste keer stond je wel daar, toch? Ja, dit is Jensen plek. Ga maar Jensen staan. Ik ook. Oh. What the fuck? Nou. Oh? Kom maar bij. Dat was niet goed. Dames... Nee, je neemt nu op. Dat wil ik niet. Dames en heren, we gaan beginnen met de eliminatieronde. Verzamelen. Er is nog plek. Ik zit in mijn hakken. Ja?
Kom lekker zitten, lief. Daarom bleef ik ook staan. Ja. Glaasje met water. Yes. Er gaat een verrassing komen. Hallo, party people. Water en ik met mijn cappuccino. Maar die heb je niet elke keer gehad. Elke keer toch elke keer koffie. Elke keer. Oké, ready? Nou, dames en heren, welkom bij de eliminatieronde. Gisteren hebben wij de meest heftige, meest bizarre, meest unieke en bijzondere nominatieronde ooit in Utopia gehad. We hebben namelijk gestemd met 1000 bezoekers als publiek. Echt bizar. Ik vond het super heftig. Ben er nog van aan bijkomen. En nog minder dan 24 uur later gaan we iemand naar huis sturen. En de bank is uiteindelijk geworden Milene, Alexandra. Dus ik wil jullie vragen om aan de buitenzijde van de zuilen te gaan staan. Niks. En dan deel ik zo meteen deze amuletten uit. Iedereen mag op een van de twee dames positief stemmen. Dus je doet de amulet in de zuil waarvan je hoopt dat diegene mag blijven. Het worden er steeds minder. Yes, thanks. Stu? Oh, Stu. Dat is mooi. Nou ja, kijkend naar de brievenbus zit geen zwarte envelop in. Er staat ook geen kistje, dus ik ga ervan uit dat de paspoorthouders deze ronde niet meestemmen. En laten we gaan beginnen. Degene met de minste amuletten aan het einde van de stemmingsronde, die gaat Utopia vandaag nog verlaten. Succes! Oké. Okay. Waar staan we dan? Zeg je, moet je weer zeggen, toch? Nou, daar staan we dan. Elimineren. Ja, ik ga er zelf vanuit dat, dat Lexi vandaag naar huis gaat. Wat je gisteren zei, ik hoop dat je er inderdaad heel veel van hebt geleerd. Vorige week ben ik heel erg boos geworden. En ik werd met name heel erg boos toen je begon te vertellen dat ik toch niet op de bank zou komen. We hebben elkaar dit keer niet gesproken. Je bent ook niet in de situatie geweest om erop terug te komen. Ik denk ook dat het oké is. We hebben gisteren ook met elkaar afgesproken dat mocht je naar huis gaan, we zien elkaar buiten weer. No hard feelings. Ja, tuurlijk. Hier binnen zit het allemaal net even wat anders, maar zodra je de poort doorkomt, dan is het allemaal weer gewoon hetzelfde. Ga je weer terug het normale leven in. En Milene, ja, ik heb het gisteren al tegen je gezegd, ik wil dat je hier blijft. Dat je wel mijn stemmen ging krijgen. Dus mijn stem gaat naar Milene. Heel lang verhaal, ik heb heel weinig verteld. Ja, gisteren natuurlijk 3 stemmen aan Alexandra gegeven. Dat ik vind dat zij klaar hier is en hier buiten lekker kan gaan rocken en een powervrouw is geworden. Dus daarom gaat mijn stem ook naar Milene. Ja, ik denk dat het niet een grote verrassing is. Lexi krijgt voor mij. Weet ik. Ja, mijn stem gaat naar Milene. That's it. Ja. Ja, wat ga ik zeggen? In principe, we stemmen nu zo vaak dat mijn woorden langzamerhand ook een beetje opraken. Ja, er zit eigenlijk helemaal niks meer persoonlijks aan. Ja, Milene, ik vind je topper. Ja, ik ken je. Alexander, ik vind je topper. Ook een vreemde vogel, maar ik vind je wel topper. Ja, Lex, je bent soort van klaar, soort van niet klaar. Ik denk dat je er later nog op terug gaat komen, thuis, met Mimi op de bank. Mimi, oh god. Maar ja, goed, het is nu de finale periode en uiteindelijk moeten mensen vertrekken die
een warme hart toedraagt. En dat zijn jullie allebei. En mijn positieve stem gaat naar Milena. Is goed. Ik ga eerst juist. Ik ga ze later doen. Ah. Kan je? Ja, mijn positieve stem gaat ook naar Milan. Lex, ik denk dat je hier echt super veel geleerd hebt. Je huilt al minder. Ja. Ja, je bent een sterke vrouw geworden en ik hoop dat je dat in de buitenwereld gaat voortzetten en dat je nog veel sterker wordt. En laat niet met je zonnen. Nee, zeker niet. Dankjewel. Sorry. Ja. De winner. Ze kijkt steeds boner. 6 keer scheepsrecht, toch? Die komt. Goed. Oh, goed, schat. De laatste. Nou ja, het is eigenlijk al bekend hoe het gaat lopen. Want ja, Lex, of kom nou bij jou erin gehoord. Of bij Milene. Het maakt niet meer zoveel uit. Eigenlijk wil ik nou zeggen, na vanochtend, eigenlijk Milene, je was weer in je bed in gegaan omdat je waarschijnlijk teleurgesteld over een aantal situaties werd. Ik vind dat jammer. Dus ik ook. Ik heb dat ook een van de redenen dat ik de vorige keer ook met bijvoorbeeld ook een stem heb gegeven. Ik wil even mijn complimenten naar je uit. Lex, jeetje mineetje. Vanochtend sta je hier gewoon nog te sjouwen, terwijl je met één voet buiten staat. Je zei nog, je bent super zenuwachtig wat er buiten gaat gebeuren. En toch blijf je doorgaan. Gisteravond heb je gerokt. Of ik het nou eens ben met je mening wat je op de markt hebt getoond. Je hebt wel ballen getoond. Want om hier voor het publiek, een van de grootste, eigenlijk, ja, hij is een publiekslieveling, dan toch je stem uit te geven en dat toch tegen een aantal mensen zegt. Want ze hadden ook over je heen kunnen lopen en je had van alles tegen je kunnen krijgen. Heb je toch gedaan. Ik heb daar respect voor. Dank je, schatje. Daarbij wil ik ook zeggen van, goh, ik heb je gisteren ook 2 stemmen gegeven. Daarom gaat mijn stem naar Milene. Ik zou het raar vinden als ik hem dan aan jou zou geven. Maar ik had het me wel gegund. Want ik vind wel, ongeacht dat je hier staat, je loopt te rocken en dat dan ook. En dan zo meteen de poort uit te lopen, terwijl je ook nog met een tent op te bouwen zit. Dan denk ik van, respect. Ik had mijn hoofd daar niet bij gehad. Dus mijn complimenten ervoor. Milene, ik hoop echt volgende week dat je gaat. En niet omdat ik wil dat je gaat, maar gewoon voor jou als persoon zijn. Want volgens mij ben je echt klaar. Ja. Nou jongens, het nomineren gaat steeds korter duren. We zijn al klaar. 6 positieve stemmen voor Milene. 1 voor Lex. Lex, dat betekent dat jij Utopia vandaag gaat verlaten. Ja, maar hoe laat? Ik denk snel. Ik heb lunch besteld, omdat we gisteren hebben natuurlijk geen laatste avondmaal gehad. Dus we kunnen een laatste middagmaal houden. Om 1 uur wordt de lunch bezorgd met allemaal heerlijke luxe broodjes en smoothies. Als je het leuk vindt, ja, graag. Gaan we dat nog even gezellig afsluiten met z'n allen. Want ik heb niet echt een lekker avondje. Nou, het was wel gezellig met Maris, maar ja, normaal gesproken ziet het natuurlijk heel anders uit. Ik wil toch even, ik ga 4 staan als het mag. Of kan het niet? Nee, ik sta wel even daar weer. Jezus jongens, wat ga ik jullie missen? Wat ga ik de plek missen? Wat heb ik veel geleerd? Ik zeg al, ik heb altijd gezegd, ik ging als een zwak vogeltje naar binnen. En als roofvogel ga ik er gewoon.